Zullen wij hem kussen, man? Oh, Max, hij is nog warm. Ja, hij wordt. Wil je weten wat er gebeurd is? Ja, graag. Het ging overdag redelijk goed. Was best wel stabiel. Hebben we heel veel infusen gegeven, pijnstilling. Ging het best wel goed. Om een uur of 4:30 is ze gaan bloeden. Er kwam veel bloed uit. Ze wisten dat er ergens weer een scheur zat. Dus we moesten er opereren. Maar toen pas is ze geopereerd. Dus eerder nog niet. Eerder nog niet. Zie je, dat bedoel ik. Ze was stabiel. Maar dat bedoel ik. Ze hoefde ook niks te doen eigenlijk op dat moment. Want het zou al eerder gebeuren. Ik was al heel vroeg bij de politie. Ja. En waar is ze geopereerd dan? Maar ze is al langer dood. Ze is koud, man. Nee, ze is nu anderhalf uur geleden nog warm. Overleden. We mochten natuurlijk geen contact zoeken. Wij hebben ervoor gezorgd dat jullie afscheid mochten nemen. Anders was ze weg geweest. Dus dit is puur omdat wij dit gezorgd hebben. Ja? Dankjewel. Mijn collega heeft haar onder narcose gebracht. En toen ging het eigenlijk heel snel. Wat we denken dat er aan de hand is, is dat er een beschadiging van het hart zoiets is. Het is vanochtend om 11 uur gebeurd, hè? Daarom gaat ze naar Utrecht, ze wordt opgehaald. Daar kan ik niks aan doen, dat moet gebeuren. Omdat er een rapport opgesteld moet worden met wat er gebeurd is. Ja? Zo'n lieve deel, jongens. Ik heb nooit zo'n hond meegemaakt, het is niet eens mijn eigen hond. Ja, was het niet? Oh, zo schattig. Ik heb echt een fout gemaakt. We hebben alles gedaan. We hebben absoluut niet gekeken. Maar we hebben voor haar al het beste gedaan wat we konden doen op dat moment. Ze heeft alle zorg gehad die er nodig was. Sowieso. Samen. En die twee agenten die kwamen om te zeggen van we mochten er niet bij of geen info geven. Kunnen wij ook niks. Wij hebben er helemaal niks mee te maken. Ja, want ik ben naar het bureau gegaan. Ik mocht er gewoon zien. En opeens mocht ik er niet zien. Ga ik terug naar het bureau, zeggen ze tegen mij... Nou, daar weten wij niks van. Ja, dus weet ik helemaal niet. Nee, echt raar, man. Dit is echt verschrikkelijk allemaal. Ja, man. En ze deed niet eens wat, hè. We hebben gewoon het volledige filmpje gewoon. Echt naar, hoor, dit. Maar ja. Ze heeft hier alle zorg gehad die ze op dat moment nodig had. We hebben er niet eerder geopereerd, omdat ze daar te slecht voor was toen op dat moment. Dus ze moesten eerst, want als je er onder koos, dus dan infuus en alles. Toen stabiliseerde ze, ging het goed en toen begon de bloeding weer. En toen ging het heel snel en we mochten jullie ook niet bellen. Yeah. Dat weten jullie, wij staan dan ook in een positie waar we niks kunnen doen op zo'n moment. Dus we hebben alles gedaan voor wat we ook maar konden doen. Waarom mocht dat niet? Dat snap ik niet. Want van het bureau mocht het wel. Dat zijn orders die wij krijgen op dat moment. Ja, maar van het bureau mocht het wel. Ik snap dat niet, hoor. Dat klopt hier echt iets niet. Als het van het bureau wel mag, maar van die twee agenten waarvan het bureau niet eens wat af weet, mag het niet. Zo. Het is toch raar. Draag dat aan bij hun maar. Ja. Ja. Dit is echt verschrikkelijk en een hele bizarre dag. Heel erg. Ja.